Goedenavond. Morgenochtend start Vlaanderens mooiste. Vandaag reden de wielerliefhebbers hun ronde in de striemende regen. In Braschaat verkeert een kind van 3 in levensgevaar. De politie onderzoekt of het kind werd aangereden. En bij de doortocht van tornado's in verschillende Amerikaanse staten vallen zeker 21 doden en veel gewonden. Goedenavond. Wie graag meer doet dan de Ronde van Vlaanderen langs de zijlijn bekijken of op de televisie, die had vandaag de kans om zelf de ronde te rijden. Zeker 13.000 mensen hebben dat ook gedaan, ondanks het slechte weer. En al die Flaudriaans waren toch vooral bang voor de Koppenberg. Surviving. Generally surviving. It's wet, we have cobblestones, just survive and have fun. Het wordt voor de 13.000 deelnemers een heroïsche ronde. Echte Flaudriaans laten zich niet afschrikken door regen en wind. Misschien voor de echte helemaal goed, maar ik heb toch liever een beetje droog en warmte. Wat vrees je dan vooral vandaag? Uitschuiven, zo op de kasseien. Als dat zo glad is, ik ben daar ook niet gewoon om op kasseien te rijden, dus toch wel een beetje stress daarvoor. De meeste nervositeit heeft iedereen voor de Koppenberg. Voor de veiligheid is hij vannacht helemaal schoongemaakt, zodat hij er minder glibberig bij ligt. Maar het blijft een rodding om te overwinnen. I'm just disappointed. Why? Because I was supposed to be on my bike, not walking. But I can tell you, yesterday, Tadej Pogacar was here. And he had to walk also. Oh, thanks. Good. Okay, so I'm good now. Maar de top halen zonder voet aan grond te zetten, geeft pas echt een goed gevoel. C'était ma première fois. En plus, avec les conditions météorologiques, j'avais peur de glisser. Au début, ma roue s'est un peu coincée entre deux pavés qui étaient vraiment éloignés. Mais après, j'ai tout donné. Je suis fière. Je suis vraiment contente. En bij de aankomst is die fierheid nog groter. Velen mogen zich nu met recht en reden Flandriën of Flandrienne noemen. De koers in goede banen leiden, dat verdient bergen respect. Met deze leuze willen de organisatoren ervoor zorgen dat de Ronde van Vlaanderen morgen zonder incidenten verloopt. En daarbij rekenen ze op de verantwoordelijkheidszin van de supporters. Aan hen wordt gevraagd om alle veiligheidsregels en instructies nauwgezet op te volgen. Van de politie, maar ook van de seingevers. Uit respect voor die twee laatste zijn trouwens twee opvallende tekeningen gemaakt op de Wolvenberg. En dat stemt tot tevredenheid. Het is ook wel heel belangrijk dat zowel de ordediensten als de seingevers weten dat ze gesteund worden door de overheid. En dat is wat we vragen eigenlijk, een beetje respect van iedereen. De regels die anders... Yes! Yes! De regels die anders van toepassing zijn, blijven morgen zeker van toepassing. Men wees gewaarschuwd, er zullen alcoholcontroles en er zullen ook snelheidscontroles zijn. Er heerst grote onduidelijkheid over een incident vanavond in Braschaat. Rond 7 uur werd de politie opgeroepen voor een ongeluk met vluchtmisdrijf aan de Bredabaan. Een meisje van 3 werd levensgevaarlijk gewond naar het ziekenhuis gebracht. Politie en parket zijn op zoek naar de gevluchte auto. Maar de grote onduidelijkheid bestaat erin dat het niet helemaal zeker is dat het wel ging om een aanrijding. Zeker is wel dat een meisje gewond raakte. Het onderzoek loopt. De federale regering en de bankensector zijn overeengekomen dat elke gemeente zeker 1 automaat moet hebben tegen 2025. In de steden moet er bovendien voor iedereen binnen een straal van 2 kilometer een automaat te vinden zijn, op het platteland binnen een straal van 5 kilometer. Op die manier zullen er 287 automaten bijkomen, maar dat volstaat niet, klaagt onder meer Testaankoop aan. Wij hadden graag gehad dat het er toch meer waren. Het is zo dat in het oorspronkelijke plan van de banken werd er gezegd dat men ongeveer tot een kleine 4.000 bankautomaten zou gaan. Wat wij graag hadden gezien was het aantal dat er was eind 2021 en dat is 5.900. Dus bijna 2.000 meer. Nu zegt men het worden er 287 meer. Ja, dat is een klein pasje. Hè. Dan vragen wij ons af, is dit een aprilgrap eigenlijk? Testaankoop voegt er nog aan toe dat het akkoord tussen de overheid en de bankensector niet bindend is. Er zijn dus geen sancties voor de banken als ze toch niet aan het akkoord voldoen.
Nochtans zijn veel mensen nog afhankelijk van contant geld, vooral mensen die wat minder makkelijk omgaan met digitale betaalwijzen. Dat merken ze des te meer in gemeenten waar nu geen bankautomaat meer staat. We zijn op zoek naar een bankautomaat hier. Ah, dat is goed. Ik ook. Dik probleem hier, hè, in Olsbeek. 4 gemeentes. Geen enkele. Wie in de Vlaams-Brabantse gemeente Holsbeek op zoek is naar een bankautomaat, die is eraan voor de moeite. Om geld af te halen moet je minstens 6 kilometer verder zijn. Ik moet ergens in Leuven of in Rotselaar gaan. En ik heb geen auto meer of zo. Ik woon hier in Truus thuis. Holsbeek is geen klein dorp of gehucht. Hier wonen een kleine 10.000 inwoners. En die hebben soms cashgeld nodig. Voor het zakgeld van mijn kinderen, voor mijn jongste kinderen. Voor de bijles van de kinderen. Dat is dan een jong meisje dat komt doen ook, dus dat is ook in cash. En dat lijkt hier wel schaars te zijn. Dat merken ze ook bij de bakker. Veel mensen komen hier dan vragen of zij geen cash kunnen wisselen en dan zij met het kaart betalen, maar wij kunnen dat ook spijtig genoeg niet doen. Nu hopen ze in Holsbeek dat de banken ook aan hen zullen denken wanneer er tegen 2025 nieuwe automaten bijkomen. In Deurne was er vanochtend een uitslaande brand in een appartementsgebouw. Het vuur ontstond op de tweede verdieping en de schade is groot. Hoe de brand ontstaan is, wordt verder onderzocht. 13 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Opmerkelijk is dat mensen van de huisvuilophaling en buurtbewoners de brand als eerste zagen en meteen hulp boden. Gewoon niet nadenken en eigenlijk op dit moment is zoiets van ik moet die mensen naar beneden helpen, want ik ben degene die de ladder heeft. Dus allez, op de juiste plaats, op het juiste moment zeker. Een heldendaad verricht? Ja. Iedereen zou het moeten doen. Nog in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht een zelfgemaakte bom gevonden bij een drugsdealer van 18 jaar oud. Dat gebeurde bij een huiszoeking, net nadat de dealer betrapt was. De brandweer en de ontmijningsdienst van het leger Dovo kwamen ter plaatse om de situatie te beveiligen. In Houthalen-Helchteren in Limburg is afgelopen nacht een supermarkt in brand gestoken. Het gaat om dezelfde supermarkt als deze waar in februari een inbreker werd doodgestoken door de eigenaar van de winkel. Bij de brand van afgelopen nacht was er duidelijk kwaad opzet. Het zijn beelden die we wel vaker zien komen uit de Verenigde Staten en ze maken altijd indruk met dramatische gevolgen ook. In het centrum en het zuiden van de Verenigde Staten hebben tornado's zwaar huisgehouden. In Arkansas en Missouri lieten de tornado's een spoor van vernieling na. Ook in de staten Illinois en Iowa is er veel schade. Er vielen minstens 21 doden en tientallen gewonden. Two tornadoes on the ground. Tientallen Amerikanen filmen vanuit hun raam of hun auto het moment waarop de tornado's voorbij trekken. In Little Rock, de hoofdstad van Arkansas, laat de storm een spoor van schade achter. Tientallen huizen zijn volledig vernield, auto's zijn weggewaaid, bomen en elektriciteitsleidingen geknapt. Oh man, it was devastating. It was say if you was in an airplane and had to take higher altitude and your ears seems like they're about to blow. That's what it felt like. It was a lot of pressure. Ook in het nabijgelegen Wynn kwamen 2 mensen om. De middelbare school en verschillende bedrijven zijn volledig vernield. De gouverneur van de staat Arkansas heeft een noodtoestand uitgeroepen. Today has been a very hard day for the state of Arkansas. But the goodness of this is that Arkansas and Arkansans are tough and we are resilient. Ook in de staten Iowa en Missouri is de schade aanzienlijk. Waarnemers hebben het nu al over een monsterstorm. Alles samen ging het om zeker 40 tornado's. In Italië heeft paus Franciscus het ziekenhuis verlaten. De paus was een paar dagen geleden opgenomen met een zware infectie van de luchtwegen. Gisteren heeft hij al een baby gedoopt in het ziekenhuis waar hij verbleef. Verwacht wordt dat Franciscus morgen Palmzondag zal kunnen vieren. Meteen de start van een drukke paasweek. Hey, come stai? Siamo stati ancora vivo, sa? Per lei. Grazie. Ci sarà per la settimana santa, è quello che si augurano tutti. Sì, tutti. Grazie per il vostro servizio, tutto quello che avete fatto. Buona Pasqua a tutti e pregate per me.
Klimaatactivisten hebben het water van de beroemde fontein aan de voet van de Spaanse trappen in Rome zwart gekleurd. Ze deden dat om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. De activisten van de Last Generation Group willen dat het gebruik van fossiele brandstoffen gestopt wordt. De drie activisten zijn opgepakt. Bij het begin van de paasvakantie staan in de haven van Dover in Groot-Brittannië opnieuw lange files. Het gaat om Britse toeristen die de overtocht willen maken naar Frankrijk. De oorzaak zijn de lange wachtrijen bij de Franse douane. Britse politici vragen de Franse regering om het probleem aan te pakken. En dat de paasvakantie begonnen is, merken ze ook in Zwitserland. Vanmiddag stond er tot 13 kilometer file op de autoweg om de Gotthardtunnel binnen te rijden. Sommige automobilisten moesten tot 2 uur bumper aan bumper staan. In het handbal hebben de mannen van Bocholt de beker van België gewonnen. Bocholt versloeg Pelt in een Limburgse finale met 22-21. Bocholt in het blauw slaat in de tweede helft een kloof van 5 punten en lijkt zegenzeker. Maar Pelt knokt zich terug tot 22-21. Het verovert op 6 seconden van het einde de bal, maar een ultieme poging op de gelijkmaker gaat naast. En zo wint Bocholt de 7e beker uit de clubgeschiedenis. Voor Bocholt is het na de Benelux al de 2e prijs van het seizoen. En bij de vrouwen is de bekerwinst voor Sint-Truiden. Sint-Truiden, in geel-blauwe outfit, ziet Eupen op de valreep verlengingen afdwingen. Na de reguliere speeltijd staat het 17-17 gelijk. In de verlengingen kan Sint-Truiden de zegen naar zich toetrekken. 22-21 is net als bij de mannen de eindstand. Voor Sint-Truiden is het de 4e wereldbeker. Er is vandaag ook gevoetbald in de hoogste klasse. AA Gent is met 0-5 gaan winnen bij Rode Lantaarn Serrain. Westerlo verloor dan weer in eigen huis met 2-3 van Charleroi. Standaard versloeg Oostende met 1-3. De wedstrijd Cercle Brugge-Kortrijk eindigde op 2-0. In de rangschikking staat Gent steviger op de 4e plaats, die recht geeft op deelname aan de play-offs om de titel. Onderaan de stand komt de degradatie wat dichterbij voor Serrain. Onder meer Genk, Union en Club Brugge spelen morgen nog. Net als gisteren was ook vandaag een kletsnatte dag. Ook vannacht zijn er nog periodes van regen bij een minima van 3 tot 7 graden en een goed voelbare wind uit het noorden. Morgen start grijs, maar wel droog. Er zullen opklaringen komen, maar wellicht is dat pas voor de namiddag of de avond. Het wordt niet al te warm, met een graad of 8 en een gure wind uit het noorden. Iets warmer was het vandaag in Florida. Daar namen 1500 lopers deel aan de 7 Mile Bridge Run. Dat is een loopwedstrijd over één van de bekende bruggen in het uiterste zuiden van de staat Florida. Een indrukwekkende plek om te sporten. De 15-jarige Václav Vance is de snelste van allemaal. Hij legde bijna 11 kilometer lange looptocht af in 41 minuten en 1 seconde. Een mooie loopwedstrijd, maar niet Vlaanderens mooiste. Want die is voor morgen. Goeienacht.